Welkom, welkom allemaal, beste mensen, bij de 13e editie van Foto 020. Ja, we zijn live. En voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Barend Houtsmaler. Als eerste zeer welkom aan onze trouwe bezoekers, die de afgelopen 2 jaar regelmatig bij ons zijn geweest. Maar daarnaast wil ik ook jullie, alle nieuwe deelnemers aan dit YouTube live event, een zeer hartelijk welkom heten. En omdat lang niet iedereen bekend is met de Stichting Foto 020, wil ik jullie graag eerst vertellen van nou wie we zijn en wat wij doen. Nou, Foto 020 is 2 jaar geleden opgericht als een onafhankelijk, laagdrempelig platform voor fotografie. En wij zorgen ervoor dat we elke 2 maanden ontmoetingen organiseren tussen bekende en minder bekende Nederlandse fotografen. En onze bezoekers daarbij, dat zijn professionele fotografen, maar ook kunstenaars, studenten, galeriehouders, uitgevers, leveranciers, kortom eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in de actuele en relevante Nederlandse fotografie. Maar dat is niet alles. We geven ook workshops, lezingen, colleges, masterclasses en doen portfolio reviews en aan coaching. Nou, voor meer informatie hierover kijk vooral naar onze website die regelmatig zal worden aangepast. En het is wel leuk om te zien dat we de afgelopen 2 jaar enorm zijn gegroeid. En dat is mede dankzij de sponsors die zo trouw bij ons zijn gebleven. En die wil ik hier heel graag als eerste noemen. Dat is het PictureRight Fonds, maar natuurlijk ook Camera Nu, het Beeldgebouw en door het coronavirus zo geplaagde restaurant Vrijburg. Maar ook wil ik dankzeggen aan de vele vrijwilligers die belangeloos hebben bijgedragen om dit succes met jullie te kunnen delen. Het voelt wel een beetje vreemd hoor, om hier op afstand zo vanuit een huiskamer tot jullie te spreken, terwijl we normaal gesproken in het theater zitten. Maar het is wel leuk om te zien dat dit toch kennelijk een succes is, omdat we nu met meer dan 200 mensen bij elkaar zijn. Nou, heel erg leuk. En we zullen ongetwijfeld in de toekomst vanuit Foto 20 meer gaan doen online, omdat dit toch wel kennelijk in de behoefte voldoet. Maar vandaag zijn jullie gekomen om meer te weten te komen van die bijzondere kunstenares en fotografe Scarlett Hooft Graafland, die ik vorig jaar bij hun zien ontmoette en daar bij dat prachtige werk van haar aan haar gevraagd heb of zij vanavond bij ons zou kunnen zijn om meer over haar en over haar bijzondere werk te vertellen. En dat kon afhankelijk niet, want ze zou een tentoonstelling openen vandaag in Los Angeles. Maar je ziet hoe het coronavirus toch ons weer bij elkaar brengt. Nou goed, dat vind ik niet echt heel erg, dat zou je begrijpen. Nou mensen, we gaan zo starten met een gesprek wat is opgenomen tussen Scarlett en Robert Teunissen in het Theater Vrijburg. En dat zal ongeveer een uurtje duren. En het is leuk om te vermelden dat Robert Teunissen recent is toegetreden tot het bestuur van Foto 020. Nou, en we hebben aan jullie gevraagd of jullie van tevoren per mail wat vragen zouden kunnen stellen aan Scarlett, die meegenomen gaan worden gedurende dat gesprek. Nou, en degene die dat gedaan hebben, dat zal worden gebundeld aan Scarlett worden voorgelegd in de chat, hier rechts in het beeld. Maar jullie zijn uiteraard ook vrij om te plekken zometeen te chatten gedurende ongeveer een uurtje, zolang dit gesprek tussen Robert en haar gaat plaatsvinden. Nou, ik zie jullie over dik een uur weer terug. En voor nu wil ik jullie zeggen, geniet ervan. Scarlett, welkom. Scarlett Hooft Graafland. Fijn dat je er bent. We zitten hier in een lege zaal. Normaal zitten we hier met een enorme hoop publiek. Dat kan nu helaas niet. Normaal zitten we ook 1,40 meter van elkaar, maar we zitten nu 1,50 meter van elkaar. En we hadden nog allebei naar de kapper gewild. Ja. Maar goed, in ieder geval hartstikke fijn dat je bent gekomen, dat we het toch kunnen doen. Ik heb de laatste tijd een beetje in jouw werk verdiept. En als je dan op straat loopt, of in de landschappen loopt, dan zie je allemaal dingen. Dan denk je van, oh, hier zou Scarlett iets mee gedaan kunnen hebben. Ik zag bijvoorbeeld een enorme balk beneden liggen. Oké, daar zou zij misschien ideeën van hebben gekregen. Dus zo werkt jouw werk wel. Want jij reist gewoon allemaal op afgelegen plekken van de wereld rond. En je bezoekt plekken waar bijna geen mensen komen.
enige plek die mij bekend voorkwam was Gorinchem. Ja. Zeker. En ja. Kun je eens iets vertellen over hoe jij fotograaf bent geworden? Want je bent eigenlijk opgeleid tot beeldhouwer. Ja, klopt. Ja, ik heb beeldhouwen gestudeerd. Eerst in Groningen en later Den Haag en toen in New York nog een masters. En eigenlijk, ik was al wel heel vaak bezig om installaties te bouwen en dingen. Ja, dus heel erg met reageren op landschappen of op situaties van plekken. En dan maakte ik daar gewoon snapshots van, min of meer. Of gewoon fotootjes als documentatie. En toen bedacht ik me eigenlijk op een gegeven moment dat eigenlijk die foto's zelf wel heel, heel goed waren. En dat was vaak ook het enige wat ik eraan overhield van zo'n installatie of performance. En toen is langzamerhand het idee ontstaan om dan ook gewoon een goede camera te gaan kopen. En om het gewoon het beeld, het fotobeeld, dan het uiteindelijke beeld te laten worden. Ja. Dus je hebt eigenlijk één dimensie weggegooid in het eindresultaat, maar die dimensie nog in het maken behouden. Ja. Dus in feite, ik wilde eigenlijk vragen, mis je het beeldhoud, maar dat is niet zo dus. Nee, ik heb dat wel doe je het idee. Nog. Ja. Al vind ik soms het maken van echt fysieke dingen en dat ook te laten zien. Ik doe dat nog steeds af en toe. Maar dat is wel iets wat ik het zit wel in me en dat doe ik heel graag. Maar op deze manier kom je er ook, kan je het ook. Wat mij ook opvalt, je werkt in landschap, je bepaalt de setting eerst. Het achtergrond, het decor bepaal je eerst. Maar dan zijn er ook vaak mensen in de landschappen aanwezig, of jijzelf. Ja. Ja. Dus dat zijn eigenlijk, behandel je die mensen ook als een soort sculpturen? Ja, en door die in een landschap te plaatsen, zegt dat ook weer wat over die plek of over de situatie daar. En probeer ik juist daar iets mee te doen. En probeer ik ze vaak ook juist vrij klein in een landschap. Ze zijn nooit heel centraal of in ieder geval niet. Het gaat meer om de hele omgeving en de mens is daar een klein onderdeel van. Een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de serie die we als eerste gaan laten zien. Dat is Reykjavik Roofs. Ja. Dat zijn in IJsland zijn allemaal huizen. Je hebt in IJsland geen bossen, geen bomen. Want ik heb eens een keer van een IJslandse gids gehoord. Die vroeg aan mij, wat moet je doen als je in een IJslands bos verdwaalt? Ken je die? Nee. Dan moet je rechtop gaan staan. Oké. Okay. Dus je hebt Reykjavik Roofs, daar heb je die. De huizen die ze daar bouwen, die zijn vrij horizontaal, omdat ze weinig hout hebben. Dat moet met andere materialen. Ja. En dat heb je in die tot inspiratiebron genomen van die Reykjavik roofs. Ja, dat klopt. Ja, ik vond dat zo'n typische bouwstijl met al die zigzag. En nu zie je het minder, maar zeker in die oude, hoe er vroeger gebouwd werd, was het allemaal met van die puntdaken naast elkaar. En ik vond het wel mooi om daar dan juist zo op te gaan liggen als een soort performance. Maar ook, meestal zo'n puntdak is vaak, dat voelt als een soort veilig. Daarbinnen, daar zit je juist safe, zeg maar. En dan onderboven en dan vooral ook nog naakt, dat je zo heel kwetsbaar bent. Ja, maar kun je eens vertellen hoe dan zoiets tot stand komt? Want je hebt natuurlijk, je bedenkt van ik ga naar Reykjavik, ik ga naar die plekken toe. Had je toen in je hoofd dat je iets met die daken ging doen? Niet echt. Ik had al wel Independent People gelezen van Halldor Laxness. En die had, ik vond dat wel, dat over die huizen vond ik wel interessant. En toen ben ik dat wel meer gaan onderzoeken daar. Maar dat ik daar echt zo op ging liggen, dat is eigenlijk zo ontstaan. Omdat me dat gewoon een heel sterk beeld leek. En omdat dat IJslandse landschap zo. Desolaat is en zo. Ik dacht, dan werkt het nog extra goed. Dat ook dat hele surrealistische lege en dan één zo'n lichaam erop. Dat vond ik wel. Ja. Nou, wat ik ook mooi vind in de foto's, dat je dat niet meteen ziet. Je ziet die schoorsteen en dan denk je, tenminste als je niet weet, dan denk je van wat is dat, wat ligt daar? Ja. En ja. Dan is het een verrassingseffect. Ja. Nee, dat vind ik mooi, dat het niet zo ingezoomd is. En je drukt dus ook uit van de geborgenheid en je omarmt het dak in feite. Of zit ik nu te veel te... Ja, soort van. Ja. Juist dat je er buiten valt. Kijk, we hebben dit allemaal, deze serie hebben we chronologisch gemaakt. Dit is Bolivia, de eerste keer dat je naar Bolivia ging.
Hier zie je ook weer heel duidelijk dat sculptuur, dat beeldhouwen toch in je bloed zit. Want je hebt daar die... heb je die zelf gebeeldhouwd? Die bergjes? Nee, dat is daar al. Dat gebruiken die mijnwerkers om het zout droog te laten maken. En dan of te drogen en dan nemen ze het mee naar de fabriek. Dus, en, maar ik vond dat zulke mooie... Ja, die vorm zo mooi van die bergjes. En de vorm van hun rokjes heeft een beetje diezelfde... Ja, dat lijkt heel erg op elkaar. Dus ik dacht, dat is mooi om hun daarop te plaatsen. En het ging mij ook vooral om die positie van die Aymara-vrouwen, die stam daar. Dat gewoon best een... Ja, dat ze een hele moeilijke situatie zitten. En ik dacht, om hun op een pedestal te plaatsen... En zo'n hele trotse houding te laten aannemen, vond ik wel heel mooi. Ja, wat ook leuk is in die foto is dat ze suikerspinnen vast hebben. Dus het gedeelte zoet zit er ook in. Ja. En die suikerspinnen hebben zij vast. Dat is ook weer een associatie die jij met de cultuur, door de cultuur van hun hebt gekregen. Omdat vrouwen daar vaak sweetie genoemd worden. Ja. Ja, en het is toch best wel zo'n vrij macho cultuur. En dan, dacht dat is wel mooi om hun dan... Ja, ik heb het ook Sweating Sweethearts genoemd, de titel. En ik vond dat wel Sweating goed. Sweethearts, ja. In jouw werk zit heel vaak verwijzingen naar hoe vrouwen worden behandeld in de maatschappij. En moet ik dat zien als alleen jouw persoonlijke perspectief? Of probeer je echt iets te doen daaraan? Probeer je er een aanklacht tegen aan te brengen? Bijvoorbeeld die machocultuur die je net noemt. Ja, het stoort me. En ik denk, maar ik wil het op een zachte manier toch naar voren brengen. Dus het is wel een soort aanklacht. Maar ik dacht om het op een hele lichtvoetige manier te doen. En Dus dat is ook meteen de reden waarom er heel veel humor altijd in je werk zit. Nou ja, het beste, denk ik, het makkelijkste is om dat dan met humor te doen. Want anders wordt het al snel zo grimmig. En dit is toch een manier waarop zij het ook leuk vinden. Het was trouwens wel heel moeilijk om hun mannen... Die hebben toestemming moeten geven. En ik heb daar best lang op moeten wachten. Dus het was best heftig hoe dat... Die moeten zelfs in die cultuur ook toestemming geven. Ja, ik was daar echt wel gechoqueerd door. Dat zo... Want hoe lang van tevoren bereid je dit voor? Ik ga je dan van tevoren bellen, mensen uitzoeken die je gaat fotograferen? Dat je naar Bolivia belt en zegt, van ik kom die in die week. En ik heb twee vrouwen nodig. Nou, ik kwam omdat ik had gehoord over een Boliviaanse kunstenaar... die een groen meer als zijn soort galerie beschouwt. En hij allemaal kunstenaars en muzikanten uitnodigt om daar iets te doen. En ik had een idee voor dat groene meer en hij zei, nou kom maar... Maar goed, dan eigenlijk wist ik nauwelijks iets van hem. Dus het was best een... Dus ik kwam daar en toen ben ik met hem en zijn assistenten meegereisd. Enorme reis gemaakt door Bolivia. Ja, dus we zijn in die hoogvlaktes en naar dat Groene Meer. En onderweg kwamen we langs die zoutvlakte. En toen ben ik later teruggegaan, maar dan met die suikerspinnen. Dus, ja. En hij kent daar allemaal locals, dus anders was me dit denk ik ook niet gelukt. Want ik moet dan echt een ingang hebben om zoiets... Ja, dus je hebt een locatie en je hebt een ingang en iemand die je kent. En als die drie ingrediënten in orde zijn, dan weet jij van oké, ik kan daar losgaan, ik kan daar improviseren. Ja, maar ik ben dus echt heel afhankelijk, zeker van diegene die me gaat helpen. Dus dat is altijd best wel spannend. En ook leuk, want ik vind het mooi dat je toch op zoveel plekken in de wereld altijd weer mensen vindt die je dan helpen. En een soort vertrouwen, die jou vertrouwen geven. Om dat te kunnen doen. Dus dat vind ik wel een... En soms ook niet, dan lukt het niet. Dus kun je daar zo'n voorbeeld van geven dat er iets mislukte? Ik ben naar Nieuw-Caledonië geweest. En dat is gewoon mislukt. Ik kon daar niet mensen vinden die... Het hoort nog bij Frankrijk. En er is best wel spanning tussen de inheemse mensen en de Fransen. En die mensen die wilden echt niet... of die wilden heel veel geld ervoor en dat is, ik ga ook altijd best wel low budget naar die plekken met mijn rugzak en een paar, Je neemt bijna niks mee? Nee, gewoon mijn analoge camera en wat, bijna niks. Dus ik moet het echt hebben van, de goodwill van die mensen. Dus
Dus ja, dus toen Nieuw-Caledonië was echt een enorme tegenvaller. Okay. Maar ja, dat kan. Was dat ook een reden dat je bijvoorbeeld, dat je vroeger beeld houdde, dat je het werken met mensen miste? Het alleen in je atelier zitten, dat minder leuk is dan met een groep mensen samen iets moois maken, als een samenwerkingsproject? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het wel ontzettend leuk. En ook, het is ook heel verrassend, want je komt altijd op plekken. Je kan nooit op je automatische piloot iets doen, want altijd is die situatie weer heel anders. Dus dat vind ik ook wel heel leuk eraan. Ja, want wat er ook wel eens gebeurt, is dat jij bijvoorbeeld, je neemt heel veel foto's op zo'n locatie. En dan lukken er maar 3 of zoiets. Dan vind je maar 3. Ja. Maar om hoeveel foto's gaat het dan? Ja, meestal probeer ik een stuk of, dat hangt er een beetje af hoe lang ik ga. Maar als ik 2 maanden ga, dan probeer ik een stuk of 10 dingen te doen of zo. Zoiets. En dan, ja, meestal heb ik er iets van 5 goede tussen zitten. Of soms iets meer, soms iets minder. Maar ja, dus soms lukken dingen gewoon niet. Of het heeft net, dan denk je, het idee is goed, maar het heeft net niet dat magische effect of zo. Er moet iets in een foto zitten wat, ja, is moeilijk om te omschrijven, maar je moet het gevoel hebben van ja, nu heb ik het. En ja. Dus je moet in eerste instantie moet jij zelf het gevoel hebben, want iemand anders kan die foto zien en die ziet het misschien helemaal niet. Misschien van, die 10 anderen vind ik ook mooi. Ja. Nee, dus ik moet gewoon zelf, ik heb zelf een, moet dat gewoon goed selecteren en Dus ik heb uiteindelijk ook altijd maar bij vrij lage productie, want ja, je gaat lang weg en je komt met een paar beelden terug. Maar dat vind ik ook wel mooi, dat je gewoon, dat je niet zo'n massa, niet heel veel maakt, maar gewoon. Ja, dat je nadenkt over wat je doet. Ja. En daar past het medium analoge fotografie natuurlijk ook heel goed bij. Ja, ik denk het wel. Het is een beetje een langzame manier. En je kan niet heel veel schieten. Of dan, ja, ik heb niet zo heel veel. Ik neem natuurlijk veel rolletjes mee, maar je wilt er toch zuinig mee doen. En ja, je moet toch heel erg kiezen wanneer je foto's maakt. En bijvoorbeeld die contemplatie, sta je ook wel eens op een plek en dan denk je van ik maak die foto niet. Ja, maar dat is wel heel erg. Zeker als je dingen hebt. Als er mensen klaarstaan. Ja, of nou ja, misschien dat ik dan toch 1 fotootje maak, maar niet. Ja, dan denk ik, ja, nee, dit is het niet. En dan proberen toch nog iets anders te zoeken. Of, ja, nee, maar dat gebeurt. Dat het gewoon net niet goed is. En kijk, deze foto is ook op Salar gemaakt, de zoutvlakte van Bolivia. Ja. De zoutmijn, zou je kunnen zeggen. Dan zie je een man staan met 5 rubberboten. Opgeblazen rubberboten groen. Als je van afstand ziet, lijkt het gewoon een boom. Ja. Dus die rubberboten heb je ook allemaal meegenomen? Ja, dat klopt. Die waren mee uit Lima. Toen nog. Ik vloog over Peru en af en toe met bussen naar La Paz. En mijn idee was hierbij dat de Hulk daar is nogal een populair figuur. En ik dacht dat hele macho-achtige van zo'n Hulk en dat opgeblazen, boze man, maar dan een beetje verdwaald in de ruimte. En ja, en dan maakt het zo'n slinger van flamingo's die nog net overvliegen, vind ik dan wel een hele mooie. Ja, en als iemand dan dit zo bij elkaar ziet en hij ziet de titel Masmo, dan weten ze gewoon, oké, dat refereert aan die cultuur. Weet ik niet. Ja, Masmo, dat was de naam van die man, de assistent. Maar ik vond het gewoon een goede naam. En met een uitroepteken van de wijdheid van het landschap te benadrukken. Ja, en wat is die slierend in de lucht? Ja, dat zijn flamingo's. En die daar hebben we echt best wel heel veel moeite voor moeten doen om die door de beeld te laten vliegen. Iemand heeft ze helemaal opgejaagd van heel ver weg. Dus we hebben hier heel lang staan wachten en in de hoop dat die paar flamingo's dan door het beeld zouden vliegen. En dat, gelukkig hebben ze dat gedaan. Ja, ze maken de compositie prachtig af. Ze leiden naar het hoofdonderwerp toe en qua kleur is het ook allemaal prachtig. Ja. Ja. Dan komen we in China. Ja, klopt. Ja. Ja, hier heb ik. Ik had toen dus die eerste werken in IJsland, die vrouwen op het dak. Daar wilde ik eigenlijk een soort vervolg op maken. Dus dan ben je door de IJslandse serie kom je
op het idee om dit ergens anders ook te gaan doen, op een andere manier? Ja, of ik zag deze boerderijen in het zuiden van China. Toen dacht ik, ja, dit is wel waanzinnig om hier om hier vrouwen op te plaatsen als een soort boot. Want het is eigenlijk heb je hier een scène verbeeld uit een Chinese legende. Ja, dat klopt. Al moet ik wel zeggen dat ik die legende pas achteraf gehoord heb. Maar dat maakt het wel extra mooi. Dat ook nog bleek te kloppen met mijn afbeelding. Omdat het ging over de Chinese Valentijnsdag. Daarbij gaat het verhaal dat er zeven meisjes van... uit de lucht, vanuit de hemel naar de aarde komen. En één wordt verliefd op een boer en blijft beneden. En de rest gaat weer op de hoorns van een koe terug de hemel in voor de rest van het jaar. Dus ik vond dat mooi dat klopte. Ja. En in Chinese, dit ziet hij, die weet meteen dat het daarover gaat. Ik heb het The Day After Valentine genoemd, dus dat is een hint. Toen ik daar was en ik liet dit zien, werd daar wel heel leuk op gereageerd, ofwel dat ze het herkenden, zeg maar. Dus ja, want het mooie van zo'n foto is dat je gewoon het landschap, de architectuur, de mensen en de geschiedenis en de traditie, die brengen allemaal bij elkaar in één beeld. Het is net ook met Bolivia was dat zo, met bijvoorbeeld dat de hulk daar populair is en de marsjecultuur. Dus zo maak je gewoon in feite met één foto een samenvatting van de hele sfeer. Dat vind ik ook wel spannend om die elementen zo allemaal samen te brengen. En daar iets, maar dan ook een beetje je eigen verhaal ermee te maken. Maar ja, ja. Dit is een van mijn favorieten. Ik zal hem zelf even beschrijven. Dit is een iglo gebouwd van limonadeblokken. Bevroren limonadeblokken. En je bent hier naar Canada geweest, bij de Inuit. In een Igloonik heet het dorpje? Of ja, Igloolik. Igloolik, ja. Dat betekent in Inuktitut meerdere igloes. Oh ja. Dus toen ben je ook op het idee gekomen. Ik neem aan dat je dit dan wel van tevoren had bedacht. Fotografeer hoe een iglo gebouwd wordt. Ik had het iets anders bedacht. Ik had het eigenlijk meer met sneeuw bedacht, maar dat bleek niet te werken. Ik had van die oplos limonadepoeder meegenomen en ja, met sneeuw werkt dat gewoon niet. Dus toen dacht ik, toen is het idee met ijs ontstaan. Kun je eens vertellen wat er gebeurt als je naar een oude Inuit toe gaat en vraagt van ja, ik heb gehoord dat jij nog iglo's kunt bouwen op de traditionele manier. Ik heb hier limonadepoeder, gooien we in een emmer. Dat gooien we in vormpjes, laten we smelten tot het blokken worden waar je van kunt bouwen. Heb je zin om daar aan mee te werken? Wat zegt hij dan? Dan wordt er niet meteen heel enthousiast gereageerd. In eerste instantie wilden ze me ook niet helpen. Maar pas toen we hadden bedacht om het naast een school te bouwen, toen wilden ze meewerken omdat het dan zin heeft. Omdat ze dan die kinderen van die school het nog kunnen gebruiken de rest van het jaar, die iglo. En als een soort hangout. Maar kun je eens vertellen wat jij dan doet om ze te overtuigen, behalve dan die school? Wat zeg je dan? Ik probeer... bij de Inuit is niet zozeer kunst, maar wel ze doen veel met poëzie. Probeer uit te leggen dat het een soort visuele poëzie is wat ik wil maken. En in eerste instantie waren ze niet enthousiast, maar ik ben zelf al die blokken gaan maken. Dus ik heb allemaal hout op de vuilnisstortplaats gezocht en allemaal daar bakken van gemaakt met plastic. Dus ik heb het zelf helemaal gemaakt ben daar iets van 2 maanden in die periode geweest. En toen, na echt een aantal weken, kreeg ik wel wat respons. Uiteindelijk was er wel één man die me wilde helpen. En die heeft weer zijn vrienden zover gekregen. Oké. Maar wat ook in deze foto zit, is dus dat in deze generatie is er heel veel veranderd. Want die generatie daarvoor, de opa's, zal ik maar zeggen, die kunnen nog overleven in de natuur. En die kunnen jagen en die kunnen een iglo bouwen. Ja. Maar de kinderen, die zitten dus inderdaad limonade te drinken voor achter een iPad of voor de tv. Ja. Heb je dat ook uitgelegd aan de... Ja. En wat heel bijzonder was van dit dorp in Igloolik is dat ze een eigen televisiezender hebben. En
En de man die daar de programma's maakt, die vond het een heel mooi idee om dat te gaan filmen. En dat hebben ze later ook nog heel vaak uitgezonden. En voor de oudere mensen was het mooi om op die manier te laten zien hoe je zo'n ijsiglo bouwt. Dus dat werd heel mooi gefilmd. En, ja, als je daar dus 2 maanden zit, dan heb je ook enorme diepe contacten die aan het einde van die 2 maanden, denk ik. En toen dit allemaal gebeurde, wat je nu vertelt, dat het opgepikt werd door de media, waren er toen ook andere reacties die je nog terugkreeg van die mensen toen je in Nederland zat? Ja, en toen ben ik later weer teruggegaan. Ik ben een aantal keer geweest, dus dit was mijn eerste reis. Maar toen heb ik bijvoorbeeld, heeft de dorpshoofd, hoe noem je dat, de burgemeester, die heeft toen gevraagd of ik oudere mensen wilde fotograferen voor in hun dorpshuis. En, dus ik heb toen wel nog ook dingen met die community gedaan. En dat was ook heel erg leuk. Maar het is best, het is nogal een moeilijk om binnen te komen bij zo'n gesloten gemeenschap. Ja, dus, maar als je eenmaal daar wat vrienden hebt, dan is het wel, vind ik, heel genereus. Ik ben heel veel ook meegeweest op jachten. Ze moeten even ontdooien. Ja. Ja, en ook terecht, want de meeste mensen die daarheen komen, gaan snel foto's schieten en veel... Ze zijn het zo gewend. Ja, ja, er komen heel veel fotografen daar en die blijven, die schieten hun shot en die gaan weer weg. En dus ja, ik kan me wel voorstellen dat ze een beetje, behoudend zijn. Ja, nou, in ieder geval heb je hier dus ook weer de hele cultuur en de hele geschiedenis in één beeld. Want hij staat, de maker van de iglo staat ernaast in zijn wolvenpak. Ja, dat klopt. Prachtig. Ja. Neem aan dat niet veel jongeren nog in een wolvenpak rondlopen daar. Nee, dat klopt. Dit is een verwijzing naar Le Penseur van Rodin. Daar zit, ik neem aan, jij zelf. Ja, dat klopt. Zit eigenlijk naakt in een ijsberenpak met min 25 graden. Ja, een paar seconden. Wat ging er door je heen toen? Ik was vooral heel erg... Ik hoopte zo dat Shiba, de vrouw die mij hielp, dat die het goed zou doen. Want ik had haar uitgelegd hoe ze mijn camera moest gebruiken. En ik had ook gevraagd of ze de kop van de ijsbeer net op dat randje van de oever wilde leggen. Want daarachter is het zeeijs wat net aan het bevriezen is. En dus die compositie wilde ik graag. Maar dat is ook de reden waarom je bij landschapsfoto's per se met een statief moet werken natuurlijk. Je hebt het helemaal uitgekaart. Ja, ik had het zo bedacht. Ik denk dat is mooi. Maar ja, je weet dan natuurlijk niet. En het was zo ontzettend koud. Dus ik dacht ook alleen maar van, wanneer komt ze? En dan had ze snel van die caribou laarzen, laarzen. En dan moest ik echt ontzettend lang weer stampen om weer een beetje gevoel te krijgen in mijn voeten. Ja. Dus, ik ben zelf ook eens bij min 25 geweest. In Noorwegen was dat. Ja. En toen was ik helemaal dik aangekleed. En toen, als ik op mijn neus drukte, dan hoorde ik mijn neusharen kraken. Ja. Ik was al bevroren, dus ik kan niet voorstellen hoe je hier zit. Ja, ik heb ook een puntje van mijn neus is toen ook bevroren. En dat merk je dan niet. Dat pas later. En dan, het is heel gek hoe dat werkt. Want je voelt het in eerste instantie niet. Verdoofd, ja. Ja. Ja, dit vind ik een van de mooiste beelden daar uit Canada. Het lijkt op caribou. Geweien zijn het, caribou's die door de zee lopen, maar die geweien die liggen daar gewoon in zee, hè? Ja, klopt. Dus dat is iets wat je gewoon tegenkomt en dan onder de ideale omstandigheden fotografeert. Dus ik heb die geweien allemaal meegenomen en dit is dan op het zeeijs tijdens vloed. En dan ligt er een dun laagje water, komt dan op dat ijs, zodat het heel turquoise-achtig wordt. Dus dat vond ik gewoon een heel mooie... een heel sterk beeld. En die geweien die staan daar gewoon op als een soort reis. Journey heet de film, de foto ook. Ja. Ja, vond ik een mooie... Ja, dat klopte. Dus dat, ja. Het wordt er nog veel op gejaagd op caribou. Ze zijn dus nu minder talrijk geworden door de klimaatverandering. Ja. Waar deze foto eigenlijk ook over gaat, de klimaatverandering. Ja, zeker. Ja, er wordt wel op gejaagd, maar ze zitten te ver weg. Dus de Inuit kunnen daar heel moeilijk bij. Maar de groepen caribou's die worden steeds kleiner. Omdat doordat daar veel mijnen ook zijn in dat gebied. En hebben ze hun looproutes komen niet meer goed. Die
die kunnen ze niet meer lopen. En dan, ja, die biotoop wordt ingeperkt. Ja. Zoals eigenlijk overal. Ja, ja. Ja. Dit is een van je meest bekende foto's. Ja, dat is weer terug in Bolivia. Dat, en dit is dan het Rode Meer. Het is een Vanishing Traces. Ja, klopt. Ja. Ja, ik ben uiteindelijk heel veel naar Bolivia gegaan. En dit is dan een verwijzing naar de Spiral Jetty. Van Robert Smithson, dat is een beeldhouwer die echt een spiraalvormige pier heeft gebouwd. Ja. En daar ben je fan van, neem ik aan. Ja, ik vond dat een waanzinnig beeld. En ik heb dat natuurlijk veel, zeker in New York, daar deed ik dan beeldhouw gestudeerd. En dat was natuurlijk het... Ja, de land art artist Robert Smithson. Dus als jij beeldhouwer was, zou je zo'n beeldhouwer zijn waarschijnlijk wel. Nou ja, maar behalve dat ik het fijn vind om niet iets echt achter te laten. Want hij laat natuurlijk enorm afdruk. Ja, hij grijpt enorm in het landschap. Ja, en ik vind het juist mooi omdat op een hele lichte manier, dat je het later weer weghaalt. Ja, dat is, vind ik, het mooie van fotografie. Dat je dat dan Want dat drukt deze foto ook heel duidelijk uit. Als je erbij vertelt dat het naar zijn jetty verwijst, hè, wat echt van stenen is gemaakt. Ja. Is dit van ballons die gewoon wegwaaien of leeglopen? Die echt super tijdelijk zijn. En in de fotografie leg je dat dan voor de eeuwigheid vast, maar dat is maar één foto. Ja, precies. En één die begint al weg te waaien. En toen baalde ik, maar ik heb er wel die foto genomen. En later dacht ik, ja, maar dat moet hem worden. Want dat is eigenlijk de beste. Die daar rechts in beeld en die andere begint er ook al eentje los te raken. Ja, want ik had het allemaal met kleine steentjes, had ik ze in het water geplaatst. Maar mensen, wees voorzichtig met de aarde. Druk niet je voetstap er zo op. Nou ja, dat is wel... Hier worden bolhoeden geoogst. De harvest heet deze. Ja, harvest time. Ik vond dit zo'n mooi beeld. Ik vind ook, het is ook een verwijzing naar Magritte. Hoe hij met vliegende bolhoeden zijn schilderijen, die surrealistische beelden maakt. En dit landschap is al zo surrealistisch. En dan vind ik dat mooi dat zo zweeft in de... Boven een gijzer. En dan vind ik ook leuk dat je die draadjes hebt laten zitten. Dat je dan, daar kun je dus aan zien dat je niet gefotoshopt hebt. Misschien wel, hè? Ja. Is het vervelend om die vraag steeds te krijgen? Nee, ik vind het, hij wordt ook leuker nu, omdat een aantal jaar geleden was het nog niet zo. Nu, omdat nu zoveel mensen digitaal schieten, wordt het... krijgt een andere betekenis. Ik vind dat niet erg. En wat ik merk is bijvoorbeeld bij jonge studenten, fotografiestudenten, dat die nauwelijks meer weten wat analoge fotografie is. Dus dan heeft het wel weer extra betekenis om dat uit te leggen. Okay. Ja. Nou, we gaan nu even naar een filmpje kijken waarin we zien hoe jij in het werk gaat in het buitenland. Scarlett Hooft Graafland is een van de weinige fotografen die nog helemaal analoog werkt. Geen gefotoshop, alles puur natuur. Hij komt net het raampje fikken, gevlogen. IJsland, omdat het ging mij om één speciale berg. Kirkjufell heet die berg. En dat is een echt prachtige, hele mooie spitse berg. Ik wilde iets doen met een... dus met zo'n heel toverachtige berg en dan bellen voorbij laten zweven. Dus dat je een soort heel magisch beeld krijgt en waar een soort beweging in zit. En die bellen heb ik met ecoline net iets meer blauwer gemaakt. Je ziet het een klein beetje, maar ik denk op de foto heeft het toch wel echt effect. Want dan verwacht ik, maar dat moet ik straks gaan zien. Cold, I fell into
Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar... voor mij zijn het meer sculpturen. En die sculpturen die plaats ik in een landschap. En het landschap vertelt een verhaal. En ik probeer daar grip op te krijgen. Dus het is een wisselwerking. Dit is in Madagaskar. In het midden van Madagaskar. De hoogvlaktes. Ik hou ook heel erg van het toeval wat zich voordoet. En ter plekke dingen improviseren en dingen bedenken en zoeken naar materialen. En verschillende weersomstandigheden om juist daar iets mee te doen. En dat is daar meer verrassend vaak dan als ik in Nederland ben. Omdat je dat dan meestal wel een beetje kunt... kunt je voorstellen wat er gebeurt. We hebben net gezien hoe je werkt en, op Madagaskar bijvoorbeeld. En we zitten nu in het jaar 2013. Toen zijn deze foto's gemaakt. Deze foto heet Blue People. Waarom heet die Blue People? Omdat bleek, dat kwam ik achter tijdens een van mijn reizen met lokale mensen uit Madagaskar, kunstenaars waarmee ik reisde daar. Die vertelde me dat vroeger in de tijd van de slavenhandel, wat daar heel heftig is geweest op Madagaskar, dat eigenlijk de mensen die werden weggenomen als slaaf, die werden blue people genoemd. En ze denken omdat het vaak er wat donkerdere mensen waren die als slaaf werden meegenomen. En dat hun huid dan blijkbaar iets blauwigs hadden of nou ja, in ieder geval, dit is de term die gebruikt wordt. En dat hoorde ik toen ik met die mensen aan het reizen was. En toen wilde ik daar, vond ik het wel mooi om daar iets mee te doen als verwijzing. Dus je had van tevoren ook dit helemaal niet bedacht? Dat je hiermee zou gaan werken? Nee. Dat zijn allemaal dingen. Ik ben uiteindelijk bijna 5 maanden in Madagaskar geweest. Ik ben 3 keer daar geweest op het reizen. Ik laat me vaak wel heel erg inspireren door verhalen die ik hoor en ja, dus het is zo belangrijk om goede mensen te ontmoeten waarmee ik dan kan reizen. En waardoor ik dit soort informatie dan... Heb je die spanning ook nodig om tot een goed resultaat te komen? Denk het wel. Spanning van het improviseren dat het mis kan gaan. Ja, zeker. Nee, ik vind dat wel ontzettend fijn. En natuurlijk ook helemaal niet, want dingen gaan mis. En dat is allemaal ontzettend balen. En het is altijd super onzeker van, gaat er iets uitkomen? Maar het is ook, je bent daardoor wel scherper, denk ik. En dat ik soms ook ontzettend blij kan zijn met een idee. Van ineens doet zich iets voor en denk dit is het. En is het dan ook zo dat jij, dat je zegt tegen die mensen van ik werk met jullie samen. Jullie doen het samen met mij. Ja, ik probeer ze altijd uit te leggen dat ik het belangrijk vind dat ze begrijpen hoe ik denk en dat ze en dat ik het fijn vind dat ze meedenken. En bijvoorbeeld op die reizen was ik met fotografen vandaar en die deden ook soms hun ding en dat vond ik ook leuk, want dan waren zij bezig met iets en dan zat ik te kijken wat ze deden. En dan word je ook door geïnspireerd. Ja, soms wel. En ik vind het gewoon fijn, die positie dat je een beetje gelijker bent en dat ik niet degene ben die... alleen maar vertelt wat anderen moeten doen of zo. Want hier heb je ook weer, dit zijn kinderen die hieronder staan. Ik dacht dus toen ik de foto's voor het eerst zag van, wat bijzonder dat licht, dat blauwe licht. Maar toen kwam ik later achter dat je ze gewoon hebt beschilderd. Ja. En je bent ook helemaal losgegaan. Op een gegeven moment ben je ook koeien gaan beschilderen. Of 1 koe. Ja. Maar ik neem aan dat dat gewoon ongelooflijk leuk is om tegen die kinderen te zeggen, we gaan jullie nu blauw schilderen. We waren al eerder naar die familie geweest en die mensen moesten er wel over nadenken, die ouders en zo. En ze krijgen ook er natuurlijk geld voor, want zij hebben ook stoppen er tijd in. Maar toen vonden ze het toch wel een goed idee. En die kinderen vonden het ontzettend leuk, want het speelt best wel tot de verbeelding. En ik had allemaal ook blauwe kleertjes voor ze meegenomen. Het moest een soort smurfenachtige figuren worden. En hoe ga je ermee om dat die ook hier weer net als in
op IJsland en zo. En bedoel in Canada, die met die tegenstand die mensen eerst bieden. Heb je niet dat je denkt, dat je soms denkt van, oh, laat het maar zitten dan. Nou, op sommige, ja, ik had ook, waren ook in gebieden in Madagaskar waar ik hele toffe landschappen had. Maar daar waren gewoon hele, die stammen die daar wonen waren gewoon niet zo vriendelijk en niet... Dus toen zeiden die mensen met wie ik was, zeiden ook van ja, dan moeten we niet eens gaan proberen, want dat gaat gewoon niet lukken. Dus ja, dat is dan balen. Maar hier in dit geval waren ze echt wel... Ja, en dit was een foto die, je was al een tijdje bezig, je had allemaal andere foto's gemaakt. Kun je beschrijven waarom deze foto beter is dan de andere die je daar had gemaakt? Wat ik het goede vind van deze foto is en dat... Dat had ik niet bedacht van tevoren, maar dat kwam zo uit. Maar dat op een gegeven moment net doordat ze onder dat dakje gingen staan... Want eerst stonden ze op andere plekken en met een zeeboe, met een soort koe erbij. Maar op een gegeven moment had ik ze toch onder dit dakje. Want ik dacht dat die vorm vond ik mooi, van dat geslotene. En dan, maar dat net die zon, dat licht op die voeten scheen. En ja, dat maakt het zo mooi, want als je het in een flits ziet, zie je eigenlijk gewoon een huisje met blauwe voetjes. Dus dan zie je die kindjes niet eens zo. En dat vind ik wel heel erg mooi daaraan. En ja, dus er moet net iets magisch in zitten. En heel veel van die beelden die ik dan gemaakt heb, dat mist het of zo. Dat lukt dan net niet. Of dat... En als bijvoorbeeld, als je dat weet, je had er in IJsland ook, dan heb je een huis. En dan zie je bij de tweede beschouwing pas dat je daar op ligt. Maar je wordt het wel daardoor erin getrokken. Ja. Als je dan op express gaat sturen, dan wat gebeurt er dan? Ik weet het niet. Je moet een beetje geluk hebben ook. En als hier nou nog andere huisjes naast hadden gestaan, want dat was ook vaak waren in die dorpjes in Madagaskar stonden huizen heel dicht bij elkaar. En dan het moest wel een apart staand huisje zijn. Dus dat zijn allemaal dingen die. En de achtergrond moet rustig zijn, dat er niet nog de focus moet dan echt naar dat hutje gaan en naar die tenen. Maar niet nog, er moet niet te veel in die achtergrond gebeuren, want dan werkt het ook niet. Dus, ja. Ja, wat ik wel een hoofdthema ook in jouw werk vind, is de balans van mens en natuur. Dat komt eigenlijk in bijna al je foto's terug. Ja. Ja, nee, absoluut. Het is, voor mij is de natuur een heel belangrijk thema. En er zijn ook juist, ik ben expres naar Madagaskar gegaan, eigenlijk vanwege de speciale baobabbomen die daar groeien. Die zien we hier. Ja, dat zijn de renala's, zo heten ze. Een speciale baobab, wat alleen in dit woud groeit. En ik vind dat echt fascinerend. En ook zo'n heel afgelegen eiland waar nog allemaal endemische soorten groeien van bomen en diersoorten. Ja, wat is eigenlijk de aantrekkingskracht van afgelegen plekken voor jou? Nou, ik denk dat daar vaak de invloed van het Westen nog heel weinig is. Of daar, nou ja, natuurlijk sommige eilanden wel, maar ik zoek juist de plekken op waar dat veel minder is. Ja, dat vind ik interessant om te kijken hoe mensen nog echt in de natuur leven en hoe ze dicht bij de natuur staan. En dit is dan Madagaskar, maar ben daarna na Madagaskar naar een eilandje geweest op Socotra in Jemen. Wat heel extreem, heel klein eilandje midden in de oceaan. Ja, daar hebben we zo ook beelden van. Ja, klopt. Maar dat zijn wel plekken die me heel erg aanspreken, omdat het zo... Vaak heb je dan toch ook ander soort relaties tot mensen of omdat je zo'n buitenstaander bent, maar als zij niet zo gewend zijn aan de westerse wereld, dan is het soms ook makkelijker om ergens binnen te komen, denk ik. Oké, maar hou jij westerse mensen ook dan een spiegel voor? Wat ik probeer te doen is, het is een heel mondiaal iets. Ik laat dingen zien die, problemen die zich... Of niet altijd problemen, maar ook die zich overal kunnen afspelen. Ik wil niet per se alleen maar met derde wereldlanden of zo werken. Maar dat we eigenlijk heel erg connected zijn. En ja, ik vind nu op een hele negatieve manier, maar dat coronavirus is natuurlijk ook enorm. Nu kom je er keihard achter hoe connected we zijn. En,
Maar ik vind dat vaak toch ook als je op plekken bent van... Ja, ik probeer vaak ook onderwerpen te zoeken die ons eigenlijk allemaal wel aangaan. Ja, het grappige is dat nu lijkt het alsof... Nu zien mensen, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar we zitten eigenlijk altijd in hetzelfde schuitje. Ja, maar je denkt het... Nou ja, ik ging ook eigenlijk naar Madagaskar met het idee van... Ja, maar daar zal het wel... dat heel veel problemen die je daar niet verwacht. Maar vaak zijn die daar ook die... Ja, we inderdaad heel veel in hetzelfde schuitje blijken te zitten. Oké. Dat is mooi. Dat is ook weer die balans tussen mens, natuur, landschap, artefacten. Mag ik deze foto even interpreteren? Kijken wat ik, of het klopt. Iedereen mag natuurlijk ook zelf in je foto zien wat hij wil. Hè? Ik hoop. Ik probeer iets opens, iets te maken met een open einde. Ja, meestal is het zo dat als je de titel van jouw foto ziet, de titel en de foto bij elkaar, dan is het idee vaak meteen duidelijk. Maar bijvoorbeeld bij deze is het gewoon, hier liggen allemaal vrouwen, die heb je majo's aangetrokken of witte pakken. Die liggen tegen de baobab. Dat baobab is de moeder van het oerwoud. Hè? Ja. En het zijn misschien wel moeders, die vrouwen ook. Dus deze foto, wat mij betreft, gaat die over het moederschap en hoe belangrijk moederschap in de wereld is. Ja. Ja, ja, en ja, ik vond de naam van die boom, Renala, Mother of the Forest. Ik vind het een fantastische naam voor een boom. Hè? Dat een grote boom, dat de moeder is van het woud. En, ja, vind ik heel poëtisch. En om daar allemaal moeders tegenaan te leggen. En dan upside down, er wordt vaak gezegd, ook in Le Petit Prince. Ja, dat boek is heel populair, van Antoine de Saint-Exupéry. Dat wordt daar veel gelezen, dus mensen die dat daar weer zien... Die weten meteen, oké, dat is, het komt uit het boek. Ja. Vertel eens, ik onderbrak je net. Je zei die boom. Dat de upside down tree is. Zo wordt dat in het boek genoemd. En toen dacht ik, dan is het wel mooi om die vrouwen upside down te leggen. En dan krijg je mooi die verticale lijnen van die benen die zo doorlopen in die achtergrond met al die lijnen van die bomen. Dus, je associeert gewoon helemaal, je laat je associaties de vrije loop. En wat goed is, dat beklijft dan in die foto's. Ja. Ja, hier zijn we weer in een andere reis naar Bolivia, weer op de zoutvlakte terug, Salar. En wat gebeurt hier met deze, want het zijn vrachtwagens die dat zout naar de markt brengen, of naar de fabriek brengen, vanaf de vlakte. Ja. En hier lijkt hij te ontploffen. Ja, dat... Wat ik mooi vond eraan is... meestal zie je die hele zware ladingen van zout met die grote wagens. En ik dacht om die lading eens heel licht te maken. En juist in Bolivia, waar nog heel op hele... bijna middeleeuwse wijze de mijnbouw wordt gedaan met dynamiet, met de hand. En dynamiet kun je er heel makkelijk nog krijgen? Je moet wel een beetje ingangen hebben, maar je kan het gewoon op straat kopen. Kun je misschien wat dynamiet voor ons meenemen de volgende keer? Nou, goed, maar je kunt het gewoon op straat kopen en dat heb jij dus ook gedaan. Ja, wat ik wel eng vond. En ik had ook te weinig gekocht, want wist ik veel. Dus we gingen uitproberen, want we begonnen heel klein. Want ik wilde natuurlijk niet dat raam kapot zou gaan van die wagen. En samen met die vrachtwagenchauffeur of de eigenaar van die wagen gingen we testen. En toen was ik alweer door de dynamiet heen, dus toen moesten we weer helemaal terug... 9 uur reis over bijna allemaal onverharde wegen weer terug naar La Paz om nieuwe dynamiet te halen. Maar en toen uiteindelijk, we hebben uitgevonden hoeveel je nodig had voor een echte goede, moest natuurlijk stevig. Ja, in feite lijkt deze foto dus ook weer op Vanishing, hè? Dus met de ballonnen in de zee. Met dat het ook heel erg breekbaar en vergankelijk is. En dat je dat breekbare moment op de foto vastlegt. Ja. 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 Nee, dat vond ik mooi. En verrassend ook. Ja. En dan zijn er worden andere dingen vervoerd ook. Hè. Je hebt ook, wat ik ook heel grappig vind, die foto zit er niet bij me even snel. Dat is een ballon coke. Die heb je op de auto ook gelegd. Een kookballonnetje. Normaal ingeslikt wordt, maar dat is een goede enorme bal die op de auto ligt. Ja. En dus heb je ook weer een aspect van de cultuur, min of meer, in die foto weer verwerkt. Dus ook ben je steeds die aspecten aan het... Want dit zijn kruiden. En hier krijg je dus weer jouw tendens terug om kleuren heel erg aansprekend en primair te houden.
Kun je daar eens iets over vertellen, over je kleurgebruik? Hoe zet je dat in je foto's? Ja, ik probeer het... zeker zo'n hele witte vlakte daar in Salar, denk ik, ja, het is mooi om dan van die hele sprekende kleuren te gebruiken. En vaak juist die primaire kleuren die zo, ja, dat werkt zo goed. Ik was aan het zoeken naar wat nou de beste kleur. En dan zocht ik ook naar de wagens, die moeten natuurlijk ook matchen met de goede kleuren. En we hebben ook vaak wagens gespoten om het weer naar een andere kleur te brengen. Om het weer... zeker hier denk ik dat kleur gewoon enorm belangrijk is. In zo'n hele witte ruimte. Ja, want je hebt hier dus ook rondgereisd met die groep kunstenaars. En hoe gaat het eraan toe als jullie met die groep bezig zijn? Nou, onder andere was die Gaston, dus die waarmee ik dan werk. De leider van de groep? Ja, die was dan ook zijn eigen dingen aan het doen. Die bouwt ook van alles met vlaggen. En die gebruikt dan ook die wagens. En ondertussen zijn we ook goed bevriend met die man die die wagens, de eigenaar ervan is. En Rosendo. En dus ja, dat is altijd wel een heel... dat is wel ook heel, heel leuk, omdat op die manier... En als kunstenaars eromheen staan, die kunnen toch ook deze foto dan maken? Ja, er is daar bijna niemand. Waar wij dan naartoe gaan, daar is eigenlijk niemand. Het is een ruimte zo groot, ik geloof 1/3 van België. Dus het is gigantisch. En ja, we gaan altijd... Er zijn best veel toeristen daar, normaal gesproken. Maar die zitten altijd op dezelfde plek en wij gaan altijd... wijken wat af. Dus dat gebeurt eigenlijk niet. Kun je eens vertellen, kijk, we hebben nu gesproken over de inhoud van je foto's. Hoe breng je die foto's aan de man? Wat is het? Je hebt heel veel exposities, veel groepsexposities gehad. Ook, je exposeert zelf ook in de landen waar je die foto's maakt, zoals in Peru. Heb je in Lima geëxposeerd? Hoe regel je een expositie? Vaak word je gevraagd. Dat is altijd ingewikkeld als kunstenaar om het zelf te regelen. Maar in Lima en zeker La Paz in Bolivia heb ik ook in het museum daar een tentoonstelling gemaakt. En daar ben ik toen gewoon naartoe gegaan en heb ik het voorgelegd. Dat is ingewikkeld. Want meestal... het is heel moeilijk om het zelf... het hangt van het land natuurlijk af. En vaak is er ook nauwelijks budget. Dus je moet ook een manier bedenken om het, om het te financieren zelf. Ja, want hoe zit het verdienmodel van jouw bedrijf eruit? Want je maakt voornamelijk vrij werk en heel af en toe een opdracht. Ja. Hoe regel je de inkomsten? Ik werk met een galerie in Londen en die zitten ook in New York. En nu zou ik dan volgende week ook in L.A. een tentoonstelling hebben. En in Nederland heb ik hiervoor ook met galeries gewerkt, maar doe ik de verkoop nu zelf. Dus dat is eigenlijk mijn manier. En het is heel fijn, vooral Londen, voor de Brexit vooral. Maar dat, daar is wel een hele grote kunstmarkt. En ik merk dat daar de verkoop altijd wel heel goed is gegaan. Als fotograaf moet je dus investeren in je kopers ook. Of dat je zorgt dat je een doelgroep om je heen verzamelt. Heb je ook op het gebied van marketing daar iets voor gedaan? Of heeft het werk zichzelf altijd verkocht? Ja, maar in het begin het gaat zo steeds iets beter. Maar in het begin was het echt enorm sabbelen. Ik doe alles ook zo low budget mogelijk. En zeker in New York had ik heel veel bijbaantjes en veel voor andere kunstenaars gewerkt als assistent. En zo langzamerhand begon het steeds meer te komen. En wat wel heel fijn is, bijvoorbeeld een plek als het AMC. Die hebben een grote kunstcollectie en zij volgen mij min of meer. Dus zij kopen af en toe een werk aan. En dat soort dingen zijn ontzettend fijn. Als je een paar plekken hebt die meerdere keren aankopen, zodat je... Ja. Maar wat doe je daarvoor? Schrijf je daar verzoeken naartoe? Of zorg je dat galeriehouders dat voor je doen? Toen ben ik wel... Een vriendin van mij
kende de vrouw die dat daar runt. Toen ben ik daar wel heb ik daar contact mee gelegd en ben ik een keer mijn werk gaan laten zien. En toen dat was eigenlijk mijn eerste echte tentoonstelling in Nederland in het AMC. Dus ja, dus op die manier is dat toen gekomen. Dus, ja. Ja, er is, je bent zelfs een keer geëxposeerd op een tentoonstelling Humor in de Fotografie. Dat vond ik ook een hele bijzondere. Ja, ja. Hoe zat dat in elkaar? Daar werd ik toen voor gevraagd, maar daar was ik wel blij mee. Want ik krijg vaak ook wel commentaar of dat mensen dat juist niet zo kunnen waarderen. Dat, die humor. Of dat zeker in de beeldende kunst van dat volgens mij ook niet de bedoeling is dat je te veel humor gebruikt. Er mag niet gelachen worden van die doel. Nou ja, dus ik was blij dat het daar wel werd gewaardeerd. Nou goed, het is een heel goed voorbeeld van hoe je humor op een goede manier kunt inzetten, vind ik. Want anders brengt vrij zware boodschappen, ook weer in deze foto hier. En bijvoorbeeld, dit is Socotra, het eiland in Jemen. Ja. Daar zie je vrouwen in helemaal van boven tot onder gesluierd in de burka staan. En ze hebben daar witte ballonnen vast. Ja, als je dat ziet, dan moet je toch gewoon lachen. En dan weet je ook van, ja, jongens, doen het niet zo serieus. Laten we nog eens we wat luchtiger doen. Ja. Dat schaalt deze foto heel erg uit. En ik dacht, ik wilde zo graag een ander beeld maken van Arabische vrouwen gesluierd. En van wat je normaal ziet in de media. En voor mij was het eigenlijk ook heel erg sculpturaal. Die silhouetten van die vrouwen met die langwerpige, lange vormen met ronde. Ik dacht, ja, als je daar dan van die hele lange witte ballonnen bij plaatst. Ja, dan is de vorm is dan ook, die maakt het helemaal af. Ja, en natuurlijk het lijkt alsof ze een soort feestje vieren. Maar je denkt, ja, wat valt hier te vieren? En dan dat hele waanzinnige landschap erbij, wat ook alweer een soort commentaar geeft op de regels en alle restricties. Het jeugt gewoon aan alle kanten. Ja, ik was hier heel blij mee. Maar ik vind ook dat in werkelijkheid jeukt het ook aan alle kanten. Als je de hele situatie beschouwt. Dus in feite dat jeukgevoel zit in deze foto. Ja, ja. Dit is de Red Dragon, ook op Socotra. Ja. Ook weer naar aanleiding van deze boom, die Dragon's Blood Tree, ben ik naar dat eiland gegaan. Toen was ik al in Madagaskar geweest en toen kwam ik achter deze boom en dat was eigenlijk mijn reden om waarom ik daar graag naartoe wil. Voorbeeld van hoe je laat leiden of intuïtief laat leiden door wat je tegenkomt en dan zie je gewoon dat het esthetisch werkt en die bolhoed die is in Bolivia, hier zijn we weer in Bolivia ingevoerd ze dragen er bolhoeden, hè, de Quechua door in 1920 dat er Engelse spoorwegwerkers bolhoeden hadden en voornamelijk vrouwen dragen die bolhoeden. Ja, klopt. Ja. En ook niet, het zijn hele smalle randen. Dus het is niet dat ze nu daardoor hun gezicht in de schaduw is. Wat je dan zou denken, wat prettig zou kunnen zijn omdat daar het felle licht is. Maar ja, het is puur een soort esthetisch. Voor hun is dit een soort klededracht geworden. Ja, door die Engelse, wat die hebben nagelaten. Ja, en deze foto heet Pink Lady. En hij refereert ook aan je moeder. Klopt. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Nou, mijn moeder die heeft Alzheimer. En die is lange tijd heeft ze heel erg altijd vastgehouden aan het idee dat haar ouders altijd bij haar waren, maar altijd net in het kamertje naast haar lekker laag te slapen. Of die waren eventjes even een dutje aan het doen. En ik wilde eigenlijk hiermee een soort familieportret maken. Waarbij zij als soort zich voorstelt dat er mensen naast haar, gewoon haar ouders, zeg maar. Je gaat dat toch inkleuren vanwege die punten van de schaduw. Ja, dus die twee bolhoeden zijn de afwezige ouders. En ik vind het ook wel mooi dat ze toch in haar ziekte toch een soort positieve. Dat het een positieve wending geeft of haar zichzelf daarmee kalmeert of iets dat ze. En ik denk, dit wilde ik toch op deze manier dan uitdrukken. Dat het gaat er ook om dat je positiviteit wil uitstralen in plaats van
Met, dat is ook de reden waarom je de humor ook gebruikt. Ja, ik denk het. Want ja, het is al erg genoeg. Hè? Zo, moeder met Alzheimer, nou ja, nu dan in een verzorgingstehuis. En, nou ja, het is heel triest natuurlijk om iemand zo te zien aftakelen. Maar ik vind het toch wel mooi hoe zij altijd voor me vond. En nu kan ze bijna niet meer praten. Dus dat, maar heel lange tijd dat ze dan altijd haar ouders en mijn vader, die ook vroeg is overleden, dat ze die altijd een beetje bij zich had in haar gedachten. En ja, dat vond ik mooi om dat, daar iets mee te doen in dit werk. Ja, nou, het zijn dus foto's die meteen je aandacht trekken. En als je er even bij gaat lezen. Ook trouwens, ik raad iedereen aan om op je website te kijken waar je hele werk op staat. Dat staat heel mooi gerubriceerd in projecten en ook heel mooi van uitleg voorzien, waardoor je die foto's meteen begrijpt. Want als een staatssecretaris een opening moet houden van een tentoonstelling, zeggen ze altijd, een foto vertelt meer dan 1000 woorden. Maar dat is eigenlijk onzin, want je hebt die paar woorden wel nodig om die verdieping ook te krijgen. En dat heb jij op je website heel erg goed gedaan. Dus dat raad ik iedereen aan om ook te bekijken. Ja, al vind ik dat het ook zonder die tekst. Want ja, dit is dan, was mijn reden om die foto te maken. Maar ik vind hem gewoon heel mooi werken, ook als je het niet weet. Ja, precies. Maar, dat is steeds de foto die grijp je aan. Die grijp je naar binnen door hoe die uitziet. En ja. Je ziet ook al een beetje van, oké, ik wil weten hoe dat precies zit. En dan ga je dus verder lezen. Ja. Ja, maar spreek je op zich al aan. Dit is ook, hier heb je een kameel ingepakt en twee mannen. Hmm. Ja, dit is in de buurt van Dubai, in de woestijn. En ja, ik vond dit gewoon mooi om een soort beeld te maken van, dat lijkt een beetje bijbels bijna, vind ik. En, ja, en het is ook die gekke vorm van zo'n beest die bijna onherkenbaar is. Maar ja, als je goed kijkt zie je nog wel die kameel, die kop erin terug en... Ja, het is een beetje een bizar beeld, maar ik vond het ook leuk om juist daar iets te doen. Ja, het is natuurlijk allemaal met gewaden, die Arabische wereld. En ook die mannen, die altijd in gewaden. En om dat een beetje uit te vergroten en dan in een roze kleur, vond ik ook wel... Ja. Ja, een verkeerde been zetten. Ja, deze foto heet ook Still Life with Camel. Ja. Is dat ook een verwijzing naar Christo? Nou, ik denk dat natuurlijk wel onbewust... Ja, ik ben een grote fan van zijn werk. Dus ik denk dat er wel iets... Dit zijn... kijk, dat is ook wel zoiets. Ik dacht dat het vrouwen waren. Maar als je beter kijkt, zie je dat het mannen zijn. Doordat die baarden door de sluier heen te zien zijn. En ook, je ziet het aan de voeten natuurlijk. Maar ja, wat is dit? Wat hebben ze op hun hoofd hier? Het zijn hele grote roze gewaden met, dus het is eigenlijk zoals ze hun sluiers dragen of hun mannelijke, hoe heet het ook weer? Ja, dus café. Ja, café, ja. Dus, en die heb ik, maar dan roze en dan dat je de, het zijn bijna een soort spookachtige beelden geworden, omdat je de gezichten niet meer ziet. En ik vind ze worden bijna een soort duinen. En in de achtergrond zie je ook al die duinen. Dus ik heb het Dunes Like You genoemd. Dunes Like You, ja. Je gaat ook vaker terug naar bijvoorbeeld... ik doe deze even. Dit is ook, we zijn nu in Bolivia weer. Three Trucks heet deze foto. Waarom ga je vaker naar dezelfde plaats terug? Gedeeltelijk omdat ik dan weer nieuwe ideeën heb. En Bolivia is gewoon wel, ja, ik vind dat een geweldige plek. En ik heb altijd, als ik daar weer kom ik altijd weer tot iets nieuws. En ik heb daar ook die vrienden. Het is ook heel fijn om daar dan weer te zijn en weer dat op te pakken. Dus in dit geval vond ik het mooi. Ja, ik had die foto met die 2 trucks al gemaakt, die wel... hebben gezien. En nu is er een 3 trucks waarbij mijn kleine zoontje een speelgoedtruck die heel erg lijkt op de andere wagens zo voortrijdt. Waarvan ik het zelf mooi vind dat die speelgoedwagen dan net een fractie groter is dan de wagens in op de achtergrond. Ja, je hebt dit dus eigenlijk ook weer de familie verbeeld. Ja, het is een soort family portrait. Ja. Die foto Gaia heette, dus dit is een foto die meteen duidelijk is, denk ik. Gaia, een vrouw die de wereld op haar schouders torst, zoals Atlas. Gaia is de wereld.
en eigenlijk ook de toekomst in de buik heeft. Ja. Ik neem aan dat jij dat zelf bent. Ja, ja, het is een zelfportret. Ja, ik vond ook... Ik vond mezelf bijna een soort sculptuur. Die buik werd steeds groter. Die rare... Ja, dat lichaam werd echt heel onherkenbaar. En ik moest heel erg denken aan die Afrikaanse vruchtheidsbeelden. Vruchtbaarheidsbeelden. En dacht, ja, eigenlijk wel mooi om daar zelf ook een variant van te maken. En dan ja, in het blauw aan de Noordzee. De vrouw die het leven voortbrengt en dan dat water. Ja, ik vond het wel heel erg kloppen. En is het ook de bedoeling om hier het perspectief dat de vrouw, dat op de vrouw geworpen wordt, om dat te veranderen? Ik denk de kracht van de vrouw toch ook. Dat lichaam weer een nieuw leven brengt. Maar ook een soort bizar... Ja, het is ook een beetje vreemd en grappig. Ja, het is niet een heel sexy vrouwenbeeld of zo. Het is een naakt, maar op een hele andere manier. En ik vond dat wel mooi. Ja, leuk dat je die laars hebt. Dat is echt zo belangrijk, dat detail. Ja, ja, absoluut. Dat moet iets heel stevigs zijn, iets heel aards ook. Want als je hier, stel je voor dat je naaldhak had aangehad, dan was je hele foto... Ja. Er was sowieso het zand ingezakt, maar de hele foto op zijn bek gegaan, vind ik. Ja, ja, klopt. Nee, dus in details, echt alles klopt in je foto's, hè? Maar daar denk ik natuurlijk al heel lang over na voordat ik dit doe. Maak je daar ook schetsen van? Ja, meestal, maar ja, wel eventjes. En ja, hier ook wel, maar vooral in het buitenland. Om mensen ook te overtuigen vaak, om mee te werken aan dingen. Dan maak ik altijd wel kleine tekeningetjes. Dus voor zo'n foto, die heb je echt wel uitgedacht. Ja. En dan komen we bij de laatste foto. Carrot carpet. In de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Dit is in Oman. Oh, sorry, ja, Oman. Ja, oké. Ja, ik heb er ook ik heb ook meerdere varianten gemaakt en die wel in de Emiraten, maar deze is dan in de buurt van Muscat. Met echt het idee dat heel veel tomaten en wortels die je daar koopt, dat allemaal ingevlogen is vanuit Nederland. Dus wat ik wilde doen was een soort vliegend tapijt maken. En dan richting Mekka heb ik hem gelegd. Dat ligt daar niet zo heel ver vandaan. Dus ik wilde gewoon een mooi Persisch tapijt maken. Maar proberen ook hiermee, hoe bizar de wereld is, dat allemaal dan vanuit Nederland moet komen. Hoe dat... Je kunt het niet beter aan de kaak stellen dan door de potsierlijkheid ervan te laten zien. Ja, maar het dan wel, ik probeer op een mooie manier. Ik vind het zelf een heel mooi gelukt. Hè? Dat het tapijtje heeft iets heel mooie ornamenten en alles. Maar ondertussen is het, is natuurlijk wat erachter zit, is best wel een beetje verdrietige situatie. Dat het zo ver moet komen. Je ziet ons hele exportproduct daar als tapijt op de vloer liggen, op de grond liggen. Ja. Kun je nog even snel zeggen wat je toekomstige plannen, toekomstige series? Ik ben net een paar weken geleden in Noorwegen in een natuurfestival geweest. Ik zit heel erg te denken om meer weer in die echte natuur van Noorwegen hopelijk iets te gaan doen. Verder weet ik het gewoon even nog niet. Ik laat het even afhangen van hoe dingen verder gaan lopen. Ja, je laat je inspireren door de omstandigheden. Ja. Heel veel succes ermee en dank voor je komst. Ja, dankjewel. Nou mensen, wat een bijzondere vrouw is dat, hè, Scarlett. En met al haar bescheidenheid maakt ze zulke prachtige beelden. Ja, echt heel inspirerend om dit mee te maken. En wat durft die vrouw veel, hè? Ja, echt prachtig. Scarlett, aan jou onwijs bedankt dat jij vanavond jouw prachtige werk en vooral ook de verhalen die bij dat werk horen met ons wilde delen. En daarnaast natuurlijk ook de moeite hebt genomen om tal van vragen te beantwoorden die nog steeds in grote getalen eigenlijk langskomen. Het is goed om te zien van hoeveel belangstelling er is voor jouw werk. En voordat we eigenlijk gaan stoppen en afsluiten, wil ik toch nog een paar dingen noemen eigenlijk hier.
En dat is dat wij binnenkort verder gaan eigenlijk met een aantal online activiteiten. En dat is als eerste in 3 dinsdagavonden, waarbij wij de online colleges Geschiedenis van de Fotografie door Tom Meerman gaan uitzenden. En die eerste begint om 9 juni, 's avonds om 8 uur. Nou, en we zijn ook heel erg blij dat we zouden kunnen aankondigen Ernst Koppenjans, want de 14e editie van deze Aan tafel met gesprekken zal plaatsvinden op woensdag 1 juli. En ook live om 8 uur. Maar het wordt ook een zeer interessante avond te worden, want Ernst Koppenjans is al bekend om zijn eigenzinnige en kleurrijke portretten en zijn fascinatie voor de onderduks in deze samenleving. Dat belooft echt heel erg leuk en interessant te worden ook. En als er nog vragen zijn, mensen, dan willen we graag nog jullie de gelegenheid geven om nog tal van vragen te beantwoorden. En zolang we dat doen, wil ik jullie gewoon nog een serie foto's laten zien die we rond laten lopen van Scarlett Hoofdgraafland. En zo niet, dan wil ik jullie in ieder geval uitnodigen om 9 juni weer bij ons te zijn, of in ieder geval uiterlijk over 2 maanden. En kijk vooral ook beneden, als jullie nog niet op het YouTube-kanaal hebben aangemeld, doe dat dan vooral, dan blijven jullie op de hoogte. En volg onze activiteiten op onze website van Foto020. En in ieder geval anders ook de nieuwsbrief. Mensen, tot spoedig!